Even overnieuw. Ja, even overnieuw. Hey, hallo. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Onderweg met Johan. Ik sta nu in Rijnsburg en ik was eigenlijk van plan om vanmiddag te gaan filmen in Soest. Twee dagen geleden ben ik daar ook geweest en het is een hele krappe plek. En dan moest ik achteruit een dam op wat maar net ging, tussen schuren door. En halverwege dacht ik van nou, waarom film ik dit nou niet? Want het is echt een mooie plek om te filmen. Maar ik raakte met stratenmakers aan de praat en toen bleek dat er loop van de week nog een vracht heen moest. En die moest geleverd worden met een kleine auto, dus grote kans dat ik hem kreeg. Dus ik had met stratenmakers afgesproken, als ik van de week weer kom, dan gaan we filmen. Ik heb een beetje uitgelegd hoe dat werkt op het moment. Nou, dat vonden ze leuk en daar wilden ze ook wel aan meewerken. Dus. Nou mag ik dus vandaag naar Soest om die vracht te gaan brengen. Dus ik was van plan om daar te gaan filmen. Maar nou moet ik. Ik moet helemaal niks, maar. Nu ga ik hier vandaan naar Leiden. En ik zag net op mijn navigatie dat dat ook allemaal hele smalle wegen zijn. Dat is ook een hele krappe plek om te komen. En vanmorgen was ik al aan Amsterdam. En dat was niet de stad Amsterdam, maar een beetje aan de buitenkant. En daar was het ook allemaal krap met auto's en bomen en doen. En ja, dat was te donker en ik kon daar niet gewoon goed filmen. Dus, maar het is wel een dag van de krappe plekken. Dus ik dacht, ik ga nu naar Leiden, een krappe plek. En misschien ook wel leuk om te laten zien, dus die pakken we gelijk mee. We gaan nou die kant op, let's go! Yeah! Let's go! Let's go! Kijk, dit is wat de navigatie aangeeft van de vrachtauto waar we zijn moeten. Je ziet heel veel 7,5 ton staan. Dat is echt een 7,5 tons gebied. Dat wil nu niet veel zeggen, maar ja, ik ben benieuwd. We gaan er kijken. Kijk, hier gaan we het 7,5 tons gebied al in. Maar ja, ik moet er toch naartoe. Mooi straatje zo om in te rijden. Lekker man. Lekker matje. Hoe is het? Er komen steeds engere borden. Verboden voor auto's, toegestaan bussen. Ik moet hier ook linksaf. Heel niet op te letten, jongen. Tjoe. Ik ga even op de navigatie te kijken. Maar ik geef niet, ging allemaal goed. Vond dat raar. Verboden voor vragen, verboden voor auto's rechtdoor. Kijk eens, mooi al die bootjes. Ah, Leiden is wel mooi hoor. Je zit gewoon tegen het centrum aan. Ik moet altijd wel goed opletten, want ik wil mijn ogen ook wel de kost geven, want je ziet altijd heel veel mooie dingen, maar ik moet natuurlijk ook wel een hoop fietsers hier ook wel goed opletten. Oh, hij geeft nou aan dat ik hier links moet. Wat zal ik dan wel doen? Ik moet nog een kilometer. Even kijken wat de navigatie aangeeft. Ik denk dat het handig is verderop naar links. Denk ik.
daarheen te gaan met de auto. Als het moet, dan moet het, maar het moet niet. De navigatie is even helemaal kwijt. Kijk, die stuurt me een heel andere kant op. Maar dan ga ik gewoon even mijn kop volgen. En die zegt dat ik hier gewoon naar rechts moet gaan. Maar links en rechts is het ook verbouwd en de wegen omgelegd. Dus best kans dat navigatie daarom niet kent. Vaak heb ik Google Maps er ook nog wel bij aan. Dat had ik nou niet gedaan. Maar, zie. Mijn gevoel was toch wel goed, hè? Om deze kant op te gaan. Oh. Even kijken wat mijn navigatie nou aangeeft. Waar zit dat plein dan waar ik zijn moet, joh? Verderop. Ja, anders was ik hier uitgekomen, hier rechts. Nou, niet best. Daar heb ik ook niks te zoeken. Het zou hier ergens in de buurt moeten zijn. Oh, 400 meter rechts. Daar, hoe is het? Dan ga ik even kijken hoe ik daar komen moet. Niet vanaf deze kant. Zoals ik het net zag, kon ik met de vrachtwagen niet daarin. En ik denk wel, als ik rechts. Maar dan ga ik eventjes checken of dat überhaupt wel zo is, voordat ik mij helemaal vastrijd. Dus ik ga even kijken. Dan zou ik met de vrachtwagen daar vandaan moeten komen. Zo. En dan hierin. Nou, we gaan niet passen. Deze hoek kan niet. We gaan niet met die auto's. Die bocht. Deze bocht kan ik niet maken. Nou, ik weet nou hoe de situatie eruit ziet, dus ik ga even bellen. Even horen wat die man wil. Ik voel me kei goed. Ik hoef het niet helemaal in, hè, maar ik kan er ook achteruit in, denk ik. Achteruit uit, dus even kijken. Wat is handig. Ik ga er wel even vooruit in. Kunnen we er altijd weer achteruit uit. Kijk, zo wel even. Top, maar wat joh. Een stukje stoeprand op. Want er staat een auto daar. Die steken we heel eind uit met zijn kontje. Doen we deze even aan. Ja, dan moet ik ze hier ergens neerzetten. Zet ze wel hier op de stoep, maar die meneer daar staat. Raak ze alleen nooit allemaal kwijt. Daar is wel een parkeervak vrij. Ik ga ze daar neer inzetten, kijken of daar kan komen. Dan ga ik hem zo schuin daar inrijden. Wil ik jullie allemaal laten zien, maar ik weet niet hoe ik dat zo... filmen moet. Er zit ook een auto achter, zie ik wel. En een scooter. Kijk, een scooter wil er langs. Oh, die wordt wat. Want ik ga er nou natuurlijk schuin in en dan ga ik het hier dicht zetten. Dan kunnen ze er niet langs, denk ik. Daar moet ik straks langs het huis op. Hier zit ik met een auto. Past allemaal wel, maar... Mijn kachel staat aan. Het is heel warm. Ik ga even uitstappen. Even kijken. Ik ga mijn spullen gewoon hier allemaal neerzetten.
best gelopen weer. Mooi plekje zo. De mensen die daar zitten, die geven geen sjoegen. Toen ik net aankwam rijden, toen keken ze al niet. Toen ik de kraan startte en het kranen was, keken ze al niet. Nou, die genieten blijkbaar niet net zoveel van de kraan als dat ik het doe. Mag niet van elkaar. Nou, dan ga ik wel even een gokje nemen. Ik ga de GoPro daar op de brug eventjes plakken. Dan kan ik mooi filmen dat ik achteruit kan rijden. Dan hoop ik dat die niet mee wordt genomen door iemand. Dit is wel een mooi plekje. Ik kan hier mooi staan. Zo zie je maar weer, hè? Zo gaan dingen. En nou hoor ik mensen vragen, jongen Johan, dat je daar de tijd en het geduld voor hebt aan begonnen te maken. Maar je zag dus het verkeer wat daar vandaan kwam. Ik had daar totaal geen zicht op. Dus dan, wat ik dan vaak doe, dan laat je de auto gewoon heel rustig de straat oprollen. En er is altijd wel iemand die stopt. Dus ik kom eigenlijk altijd wel goed. Ik sta hier wel op een raar punt, dus we gaan gauw verder. Leiden, la 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 Leiden, het is hier lastig in Leiden. Leiden, la 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 Leiden, stad waar ik nooit meer weg wil gaan. Nou, ik wel. Ik wil er heel gauw weg nu. Een stad waar ik nooit meer weg wil gaan. Hier zijn ze ook aan het tobben, kijk eens. Oh, Kenneth, chauffeurtje. Leiden, schitterend dat Leiden. Die komen hier ook weer vast te staan in zo'n stinktunnel. Schitterend! Lekker matje! Gaan! Duurt lang! Lekker matje! En nou hoor ik sommige mensen denken: lekker matje, dat zegt Leroy altijd. Dus dat heb jij nageaapt. Nou, ik kan je zeggen. Het spreekwoord luidt, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ik heb de laatste tijd wel wat meer contact met Leroy. En die zegt altijd lekker matje dit en lekker matje dat. Dus ik ben er een beetje mee besmet. Zit ik een beetje in mijn systeem. Lekker matje. Ja, het bekt ook wel lekker, hè. Lekker matje. Hier ook. Stinktunnel. Dit schiet niet op. Is niet lekker matje. La 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 Leiden. Dat was la 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 la, de la 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 la. De. In Leiden heb ik nog een pelletje gelost in Waddinxveen. Heb ik even een half uurtje pauze gehouden. Ben ik wat op gaan halen in
Dordrecht. En daarna ben ik die vrachtstenen gaan laden in Druten voor Soest. Maar dat was gisteren. Huh? Hoe kan dat? Ja, nou, dat ga ik jullie eens even haarfijn uitleggen. Dat rondje had aanvankelijk veel meer tijd nodig dan dat ik van tevoren gedacht had. Dus toen ik richting Soest ging, werd het al donker. Ik zou daar om 5:30 zijn. Plus, ik had s'avonds een afspraak, dus ik had ook nog wat tijdsdruk. Dus, terwijl ik aan het dimdammen was van hoe zal ik dat nou eens gaan doen? Want ja, ik kom eraan, het is donker. Het is ook niet leuk om te filmen, kan je het allemaal niet zo goed zien. Kreeg ik een berichtje waarin mijn werk voor vandaag zichtbaar was. En dan las ik dat ik vandaag in de middag weer een vrachtje naar Soest moest brengen. Naar hetzelfde adres. Ik dacht, nou, dat is mooi. Dat komt mooi uit. Dan gaan we helemaal niks liggen toppen in het donker. Dan kan ik gewoon mijn ding doen. Dan kost ook niet veel extra tijd. Dan ben ik op tijd thuis. En dan hebben we morgen... kunnen we morgen mooi filmen als het licht is. Dus, nou ja, die vrachtstenen heb ik net geladen, zoals jullie gezien hebben. We gaan nu naar Soest. Nou, we zijn gearriveerd in Soest. Op de Wieksloterweg Westzijde. Dat is een mooie naam, hè? Kijk, de auto even daar laten staan. Ik zou er al in één keer achteruit in kunnen, maar ik wil jullie eerst even laten zien waar we precies heen moeten. Kijk, hier moeten we dus achteruit in. Is redelijk smal. Die kliko zit zo wel even een beetje aan de kant. Nou, dan rijden we dus achteruit daarin. Wat loop je nou met dat ding op je schouder te slepen? Ga je vissen of zo? Nee, die ga ik daar neerzetten. Die jongens gaan filmen voor mij. Dat weten ze nog niet. Maar zo meteen wel. Nou kijk, gaan we hier de bocht om. En zitten we daar met dakgoot. Ho, eens. Nou, hier moeten we even wat dingen gaan verzetten. Trekker moet even aan de kant. Hallo. U blijft buiten beeld, hoor. Nou, als die trekker zo weg is gehaald. Kijk, daar komen ze aan, de mannen. Ga ruimte voor me maken. Ga ruimte voor me maken. Ja, zeker. Ruimte voor me maken. Dat ben ik. Zijn jullie nog niet klaar? Nee, echt waar. Ik denk die gasten die klappen er even op, hè. Meters maken. Maar... Zoveel jongens. En het schiet nog niet op. Nee, maar het wordt wel mooi. Maar het weer is nou goed, hè? Dus dat is... Ja, dat is wel, het is beter weer dan gisteren, ja. Gisteren met die regen is niet best. Nou, we moeten dus achteruit hier het bochtje om. En je zit met deze dakgoot. Gisteren stonden daar ook allemaal nog pallets. Die zijn nou weg. Dus dat scheelt weer, want anders ga ik hem helemaal zo moeten maken. Nou, kijk wat makkelijker zo. Maar dan nog. Kijk, je ziet aan de trek hoe smal het is. Maar we geven die camera zo even aan de jongen. Die loopt achter mij mee. Die loost mij even binnen. Die kijkt links en rechts mee of het allemaal goed gaat. En dan kan die mooi filmen. Nou, er wordt al hevig ruimte voor mij gemaakt. Kijk, de trekker zet het al weg. Dan ga ik hem er eens even in proberen te prutsen. Je ziet, er is hier niet al te veel ruimte.
zeggen wel, zonder druk presteer je het beste, hè? Ging super, Johan. Volgens mij ging het ook al aardiger. Een klein stukje nog, jongens. 5 uur. Ja. Om 5 uur liggen het erin, hè? Ja, en een flesje shotje bij. Ja. Kijk, nu heb ik machinale pellets gelost. Deze stenen worden machinaal gelegd door een machine met zo'n ding voorop. En dan pakken ze laagje voor laagje. En dan leggen ze zo het hele terrein vol. Dat gaat heel snel. Maar zoals jullie zien, worden deze allemaal met de hand gelegd. Dan vraag ik mij graag waarom. Jullie misschien ook wel. Ik denk wel dat ik het weet. Spinnenweb. Ik denk dat dat de wens is van de klant. Die zal het waarschijnlijk mooier vinden als ze met de hand erin worden gelegd. En dat het dan wat strakker ligt of zo. Maar goed, we willen het zeker weten, dus we gaan gewoon even vragen. Hey, jij weet nogal veel, hè? Ja, de ouwe. Nou, laat ik het zo zeggen, je ziet eruit alsof je heel veel weet. Ja, weet je. Dan kom ik machinale pedals los, hè? Ja. En jullie leggen alles met de hand. Ja, ja, waarom wil de eigenaar graag. Ik wou zeggen, dat was de vraag, waarom doen jullie dat? Volgens de eigenaar, ja, het is ook wel zo. Met de hand leggen leg je veel beter. Ja. Zie. Dus het is de wens van de klant? Die legt ze veel strakker, alleen ja. Niet zo snel. Nee, ja. Snel. Het gaat iets meer tijd te zitten, maar het ligt inderdaad wel strak. Het ligt wel mooi, ja. Zeker. Zou ik dat ook kunnen? Loopt wel een beetje ongelukkig. Ja, dat... op je knie is lekker, hoor. Op je knie is het lekker, zei je. Zo. Waar mogen we beginnen? Als gemiddelde stratenmaker wordt hier heel boos om. Ik ben hier op de baan. Op de baan lopen. Ja, maar ja, ik moet er ergens... Sure. Ja. Ik ben hier. Oh. Zo. Maar moet daar beginnen of daar beginnen? Ja, maar dan begin daar maar. Even zo. Ik heb geen handschoentje. Nee. Nou, ik heb werkelijk geen idee. Ik zou zeggen dat hij hier tussen moet. Oké. Okay. Zo? Ja, heel goed. En dan zo? Ja, juist. Hier. En zo? Ja. Zo. En dan zo deze kant op, hè? Ja. Ja, zo. Die leg je ook wel zo. Oh ja, gewoon zo. Maar ja, dan weer zo. Juist. Die leggen we andersom. Ik zie hem echt niet, hoor. Nee? Goed in het verband. Zo. Kijk. Zo. Zo. Gewoon elke keer zo. Juist. Zo. Kijk. Heel goed. Het ligt op de kop, jongen. Oh, zo, ja. Nou, je hoort er zo bij, hè? Echt goed. Even met een hamertje zo. Ja, met de trilplaat op het laatst helemaal. Ik weet niet of de klant hier blij van wordt. Kijk, het is allemaal... Ja... Maar goed, het begin is er. Je moet ergens beginnen. Hè? Juist. Maar ieder zijn vak. Juist. Door rijden, doen jullie de straat maar netjes maken. Kijk. Ik heb in de gaten, ik kan het niet. Tjoh, dat is een cent. Dat is niet best. Niet best. Zo, je hebt in ieder geval wel een mooi stukje gedaan, hè? Hey, mag ik jou een fijn weekend wensen? Ja. Ik drink helemaal niet meer. Mooi, dat heb ik voor je doen. Ja, lekker man. Volgende week, hè? Ja, volgende week. Oh, kom. Ja, ik laat zo maar kijken naar wat er gebeurt. Ik krijg een koffie mee van die man, laat ik hem vallen. Jongen. Ja, tot volgende week, hè? Jojo. Ja, en nou moeten we hier weer weg zien te komen. Gezellig zo, hè? Ja. Dat zijn de mooiste klanten, joh. Die vinden het mooi als je komt. Dus kijk, met inrij ook al hierom. Gewoon allemaal maar net natuurlijk, hè? Hier met kopschot. Daar straks er langs op.
Gewoon allemaal mee met netten met die auto's. Hier moet je strak langs de conifeer op. Om hier de bocht te kunnen halen. Nou ja, zo ziet het er wel vrij makkelijk uit. Oké. Okay. Nou, moet ik richting Veenendaal. De eerste keer ben ik daarheen gegaan. En gisteren ging ik daarheen. Maar dan kom ik aan de hele verkeerde kant van Soest uit. En dan moet ik door een woonwijk heen rijden. En dat is allemaal heel getop. Dat is niet handig. Dus ik wil nou rechtsaf. Maar, ik zit natuurlijk met drie dingen. En met de binnenbocht bij de heg. En ik zit daar bij die paal. En ik zit natuurlijk met de uitzwaai. Ik kan nou niet ophalen en dan in één keer daarheen. Want dan draai ik hier het hele ding eruit. Ik ga jullie zo goed mogelijk laten zien hoe krap het is. Dan ga ik hem als eerste ga ik hem hier ook zo strak mogelijk langs de coniferen houden. Kijken of er geen verkeer aan komt, fietsers. Nou, ik wacht even, want er komen allemaal fietsers aan. Laat ik die eens even voorbij gaan. Nu hou ik hem eerst aan deze kant zo strak mogelijk langs de heg. En rij ik met de neus zo dicht mogelijk naar de paal. Dat ik bijna met de spiegel tegen de paal aankom. Ik ga zo uitstappen om te laten zien hoe smal het is. Kijk, je kan hier zien hoe ze strak. Ik schamper mezelf iets, maar dat geeft niet. Kijk, hoe strak hier bij de paal. En hoe dicht je hier bij de muur zit. Zie, nou heb ik gezien als ik hem langzaam doortrek, dat ik er langs heen ga, maar je moet goed de ogen de kast houden. Ja, en zo ziet het er dan uit, hè? Zo, we zeggen dan, best gelopen weer. Lekker matje. Dankjewel meisje, bedankt voor het wachten. Ik kreeg een vriendelijke glimlach. Nou, dan kunnen we de video weer mooi mee afsluiten, hè? Oh, bedankt, Super Simon. Oh, als we jou toch niet hadden. Dat is niet handig zo, hè. Dat ik even eraan herinnerd word om een gordel om te doen. Het is wel mooi weer hier in Soest, hoor. Nou, trouwens, ik denk in heel Nederland, maar het is 9 graden buiten, maar het zonnetje schijnt zoals je ziet. Het is echt wel lekker weer. Het is gezond. Gezond weer. De zon gaat onder, de avond valt in en deze video loopt ten einde. Ja mensen, dat was het weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het wel leuk. Ik heb echt wel plezier gehad met het maken van deze video. Het is gewoon leuk joh. He, zo op het laatst kom je bij deze mannen. Die mannen vinden het gewoon leuk dat je komt. Die vinden die vrachtwagen mooi. Die vinden het leuk dat je daar een beetje aan het filmen bent. En zijn bereid ook een beetje te helpen. He, ze pakken dat ding even aan en lopen met je mee.
begin een grapje tussendoor, dat vinden ze mooi hoor. En samen maak je er gewoon iets leuks van, toch? Dat geeft een beetje jeu aan de dag. Dat geeft een beetje plezier aan de dag. Ja, zo moet je dat doen. Dus, hé, hey, weer een abonnee erbij. Dat loopt op tegenwoordig, jongen. Ik hoef maar zo te doen en pats, weer een abonnee erbij. Ga goed, mensen. Ga goed. Dus, daarom zeg ik, like en abonneer. Voor meer video's van mij. Ja, zo is dat. En ja, ik zie jullie graag terug bij een nieuwe video. Tot de volgende. Doei.